is zaterdag 13 november als deze supermarkt aan de Verlangrakstraat in Asperen wordt overvallen. Rond 6:30 s'avonds komt er een man binnenlopen. Hij bedreigt een van de aanwezige personeelsleden met een wapen en doet een greep uit de kassa. Hij rent de winkel uit en uiteindelijk weet hij te vluchten op een donkere scooter. Vanzelfsprekend zijn we direct een onderzoek gestart na deze overval. We komen dan ook heel graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van die Verlangrakstraat in Asperen dat te maken kan hebben met de overval. Ook mensen die over beelden beschikken, denk aan dashcams, videodeurbellen of bewakingscamera's, vragen we om zich te melden. Job, deze overval heeft veel impact gehad op het personeel. Weten jullie waar de dader daarna naartoe is gevlucht? Ja, de dader die is op zijn scooter mogelijk gevlucht in de richting van de Heukelumseweg. Ja, vanaf daar kan hij het centrum van Asperen in zijn gegaan of juist richting de provinciale weg, de N848. Ja, we hopen dan ook dat mensen hem die 13 november hebben gezien, even na 6:30. Ja, mocht het zo zijn, dan komen we graag met ze in contact. En zoals mijn collega net al zei, we zijn ook nog op zoek naar camerabeelden. Ook dashcambeelden uit de omgeving van de Verlangrakstraat en de Heukelumseweg in Asperen, die zaterdag 13 november zijn gemaakt, die zijn welkom. En wellicht staat die overvaller namelijk op beeld. En gelukkig hebben jullie ook een signalement van de verdachte. Klopt, ja, we zijn op zoek naar een man met een licht getinte huidskleur. Hij droeg tijdens die overval een trainingspak met een donkerkleurige jas met capuchon en witte strepen op de mouwen, vermoedelijk van het merk Adidas. En daarnaast droeg hij een blauw mondmasker, een donkerkleurige trainingsbroek en donkerkleurige schoenen. Weet u naar wie de politie op zoek is of kunt u meer vertellen over deze overval? Politie hoort het graag van u. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan ook via meldmisdaad anoniem op 0800 7000.